Een melkveehouderij runnen betekent ook zorg dragen voor de natuur. De Vereniging tot Behoud van Boerenmilieu, kortweg de VBBM, pleit al jaren voor bovengronds mest uitrijden. De leden van de VBBM zorgen ervoor dat hun koeien mest produceren met veel minder ammoniak. Vanaf 2014 hebben veehouders de mogelijkheid tot vrijstelling voor de mestinjectie en mag de mest bovengronds worden uitgereden. Maar ieder jaar is het onzeker of de overheid deze uitzondering wil maken. Dit vindt de VBBM jammer, want de basis voor een goed melkveebedrijf is goed land. Als het land niet goed is, is het ruwvoer van slechtere kwaliteit. Als het ruwvoer niet optimaal is, ja, loopt de vertering minder goed. Er zijn allemaal wel een beetje redmiddelen voor, maar het blijven dan ook redmiddelen. En als je op elke stap iets doet om het te verbeteren, dan kun je op de langere duur een veel duurzamere bedrijfsvoering op punt stellen. Waarbij je zelf minimale kosten hebt en een goede opbrengst. De VBBM vindt het tijd voor een onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan in het weiland van VBBM-voorzitter Erik Valk, hier rechts in beeld, en in het weiland van zijn buurman. Erik Valk heeft een biologisch melkveebedrijf. Hij heeft een gemengde grasmat en geeft geen kunstmest. Hij rijdt zijn mest bovengronds uit en zijn koeien gaan naar buiten. De buurman heeft een gangbaar melkveebedrijf. Zijn grasmat bestaat voornamelijk uit rijgras en hij geeft kunstmest. Hij rijdt zijn mest uit door middel van de verplichte mestinjectie. Zijn koeien staan jaar rond op stal. De VBBM is benieuwd hoe de bodem reageert op de verschillende bemestingstechnieken en op de mest die gebruikt wordt. Op het land van de buurman zijn twee proefvelden voor de mestinjectie omdat hij geen vrijstelling heeft voor bovengronds mest uitrijden. Op het land van Valk zijn vier proefvelden, twee voor de mestinjectie en twee voor bovengronds mest uitrijden. Er wordt mest gebruikt van de eigen bedrijven. Voordat de mest over het land gaat, worden grondmonsters genomen en metingen verricht. Na de bemesting zal dit nogmaals gebeuren. Ik neem op 20 plekken een monster van de bovengrond met dit leuke toestelletje. Dus dat is 15 centimeter. Ja. We drukken dat gewoon in de grond en de monsters komen hierin. En het is een mengmonster van die 20 plekken dat we meten voor de bovengrond. Ondergrond. En dan gaan we met die andere grondboor meten we, gaan we dieper tot 50 centimeter. En dan meten we de ondergrond apart. Dat doen we om te kijken of er uitspoeling is. We meten zowel de fysische bodemwaarden zoals ze zijn, dus qua pH, zuurstofgehalte en voedselgehalte, dus de EC. En we meten wat de microbiologie doet. Ja. Dus dat is een test in een broedstof. En dan kunnen we dus zien hoe het zit met afbraak van organische stof, of er aerobe of anaerobe bacteriën ontwikkelen en of die voedsel vrijmaken voor planten of niet. Nu zijn we bij de buurman. Die koeien krijgen een ander rantsoen. Die kwaliteit van die mest is ook anders. Naast de grondmonsters wordt ook de zuurstofgraad in de bodem gemeten. De zogeheten redoxpotentiaal. Dit potentiaalverschil wordt gemeten tussen twee elektrodes. De ene elektrode steekt 50 centimeter diep en de andere blijft aan de oppervlakte. Op 30. We meten hier het redoxpotentiaal op verschillende lagen. Dus op
5 centimeter, 15 centimeter, 30 centimeter en 50 centimeter. En op 50 centimeter. En als, hoe dieper je komt, hoe minder zuurstof erin zit. En je wil natuurlijk graag, zeker in die bovenlagen, veel zuurstof. Want dat is nodig voor de vertering zometeen van de mest die erin geïnjecteerd wordt. Na het nemen van de grondmonsters en het verrichten van de metingen wordt gestart met de mestinjecteur. Als eerste wordt op het bedrijf van Valk de mest gehaald en daarna geïnjecteerd. Ja, ik kijk toch naar de verdeling en dan zie ik dat de verdeling, ja, zo straks misschien zien, zeker zien bovengronds, hier maar op een heel kleine oppervlakte van de grond ligt heel veel mest. En ja, dat kan beter verdeeld worden. En ik kan me niet indenken dat dit gezond is voor het leven wat hier net onderin die sleuven zit. Ja. Dat daar de concentratie van meststoffen toch te hoog is. Ja, Erik, het is de realiteit. Het is de realiteit, ja. Dat is, het is alleen al het feit dat we vandaag mest uit moeten rijden omdat het over 3 dagen niet meer mag volgens de wet en regelgeving, dat is eigenlijk al wel jammer. Ja. Ja, dat is wel apart, hè? Dat gewoon op een datum is vastgelegd en niet op een soort van weer. Ja, dat is. Wij streven ernaar om met de natuur te werken. En dan is het fijn als je meststoffen brengt op het moment dat de natuur erom vraagt. Of dat de omstandigheden het meest gunstig zijn. En niet als de zon, zoals vandaag, hoog aan de hemel staat met 25 graden. Dan is het niet ideaal om mest te brengen. Wij wachten dan liever te donker en liefst regenachtig weer. Zodat de mest. De hoogste werkingscoëfficiënt heeft. De hoogste opname door het gewas. Mm-hmm. Maar goed, zo zitten we weer een regelgeving nu een keer in elkaar. Daar kunnen we vandaag niks aan doen. Als we bij Valk klaar zijn, wordt de mest gehaald bij de buurman, waar de koeien jaar rond op stal staan. Vervolgens wordt de mest in de bodem geïnjecteerd. Na de mestinjectie wordt er een bodemprofiel tot wel 40 centimeter diep gemaakt om te kunnen zien wat het effect is van de mestinjectie. En nou is de vraag, zien wij wat met die mestinjectie? Nee, die zien we niet, want we zien geen... Kijk, hij is 5 centimeter diep, heb ik van Benny net begrepen. 4, 5. Dus je ziet nog nauwelijks dat hij dat gedaan heeft. Ik kan hem keren om te kijken of die kant zuiverder is van beeld. Nou, je ziet een paar centimeter. Ja, maar nauwelijks, hè. Je ziet nauwelijks dat het erin gekomen is. Maar ik zie geen borrels onder. Nee, ja, je ziet hier kun je een klein beetje zien dat een centimeter of 3. Maar meer is het er niet ingegaan, jongens. En je ziet iets dat de grond iets vochtig geworden is, dus het trekt een beetje naar links en rechts. Dus eigenlijk kun je zeggen dat er vanuit het oogpunt van de injectie er ongeveer niks gebeurd is. Ja, en wat we graag wilden laten zien is wat er gebeurt met de mest. Je moet je voorstellen, de mest bestaat uit onder andere eiwitresten. En het bodemleven moet die eiwitresten afbreken en omzetten in hetzij aminozuren. Hetzij ammoniak, hetzij nitraat. En wat we in Wageningen leren is dat de planten zich voeden met nitraat of ammonium. Maar wat we eigenlijk ook weten is dat de planten veel beter groeien op aminozuren. Aminozuren ontstaan echter niet, omdat in de mestkelder geen zuurstof is. Omdat er geen zuurstof bij zit,
krijg je dus dat in de mestput al de anaerobe processen, de zuurstofloze processen beginnen. En dan gaan die bacteriën overleven die daartegen kunnen, dus de rottende bacteriën. En die maken daarvan dan methaan, die maken daarvan ammoniak, die maken daarvan waterstofsulfide of blauwzuur. Daar heb ik er vier genoemd, maar je moet je voorstellen dat er nog, ik weet niet hoeveel andere tussenverbindingen zijn voordat het afgebroken is. En in wezen wat je doet met injecteren is, of dat risico loop je, als je veel drijfmest in één keer injecteert, dan is op een gegeven moment vrij snel de zuurstof die er nog in de bovenlaag zit opgebruikt. En wat we vanmorgen ook gezien hebben is dat de bodem hard is. Dat wil dus zeggen dat er weinig zuurstof in zit, weinig leven in zit, te weinig organische stof. Dan gaan de rottingsprocessen die je in de mestput zag en die tot ammoniak en al die andere verbindingen leidt, die gaan hierdoor. En Erik, had jij dit alles gezien? Hoe diep zo'n mestinjecteur eigenlijk gaat? En dat is dus inderdaad niet zo heel erg diep. Er is vrij veel mest ligt er nog boven de grond. Ja. Dus ja, dat geeft wel een beetje weer het verhaal wat we nu met deze bodemdoorsnede ook zien, dat er weinig in de grond zit. Maar wel wat Anton zegt, als je dit omrekent, dan ligt er dus eigenlijk 150 kuub op een hectare. Op die plek waar mest ligt en daartussenin ligt niks. Ja. Nou ja, en ik denk dat we straks gaan we boven ons mest uitrijden met 15 kuub per hectare. Maar als we daar eens 25 van maken, dan zal niemand ons dat aanrijden, want dan is het land zo zwart. Dus als je er dan uitgaat dat hier 150 ligt, ja, dan gebeurt er wel wat in de grond. Ja. Dat kan niet anders. Ja, die 150 komt er dat je dus zeg maar de lege oppervlakte is eigenlijk vermenigvuldigd met wat daar had kunnen of moeten liggen. Juist. Die tikken er vanaf, ja, klopt. Ja. Vervolgens is het tijd om bovengronds uit te rijden op het land van Erik Valk met de mest uit zijn stal. Na het uitrijden van de mest worden op alle proefvelden nog eens grondmetingen verricht. Dit wordt herhaald na 3 en na 8 dagen. Om het beeld compleet te maken worden ook het rantsoen, de melk en de drijfmest onderzocht. De belangrijkste resultaten van het VBBM-onderzoek worden voorgesteld in enkele grafieken en tabellen. De gekleurde balkjes tonen de totale hoeveelheid zuurstofverbruik door aerobe microben berekend per ton toegepaste drijfmest. We zien duidelijk dat het meest aerobe leven zich ontwikkelt na 9 kubieke meter bovengronds uitgereden drijfmest. Op de tweede plaats komt 15 kubieke meter drijfmest bovengronds. Na de mestinjectie zijn de resultaten steeds slechter, zelfs bij het gebruik van emissiearme mest. Hier kunnen we zien hoeveel wateroplosbare nutriënten het microleven in de bodem kan vrijmaken uit een ton drijfmest. We kunnen concluderen dat het meeste plantenvoedsel per kubieke meter vrijkomt bij 9 kubieke meter bovengronds uitgereden mest. En dat er het minste vrijkomt bij de hoge dosering van emissierijke mest. Dit komt omdat een deel van het voedsel dan opgebruikt wordt door de microben om te kunnen leven. Het bodemleven concurreert dan met het gewas om het voedsel. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat het bovengronds toepassen van emissiearme drijfmest absoluut het beste is voor het bodemleven. Hoe hoger de dosering, hoe minder de efficiëntie. Het is in het belang van de boer om regelmatig een beperkte bovengrondse bemesting te geven voor een optimale benutting en stimulatie van het bodemleven. De van hogerhand opgelegde mestinjectie brengt ondanks alles een grote en aantoonbare schade toe aan het bodemleven en aan het milieu. De VBBM stelt wel dat meer onderzoek noodzakelijk is onder verschillende praktijkomstandigheden.